Maar voor goede jonge jazzmuzikanten hoef je de grens niet over. Zanger Wouter Hamel brengt vandaag zijn solo-debuut uit en wordt nu al beladen met juichende recensies. Waarom? Kunt u nu horen. Een heel klein stukje dan. Heel klein stukje. Want het is maar heel kort. Van Breezy, de single. When Jody smiles, the room lights up with fine white stardust. And limelight seems to beam out of her eyes. She doesn't seem to notice, but she doesn't need to. She's had her share of compliments and lies. 'Cause life just feels so breezy, so comfortable and easy. The silent song of winter night seems tropical and bright, like champagne colored drops of neon light. When Jody smiles, the room lights up with fine white stardust. Prachtig. Wat voor muziek is het? Want het jazz is een heel breed begrip. Ja. Ik heb de CBD beluisterd. Dit is hem trouwens. En sommige nummers, daar staat een big band achter met heel veel koper. Meer naar de achtergrond weggedrukt dan bij de traditionele big band muziek. Ja. De slagwerker is iets meer naar voren. Is dat om het iets moderner te maken, iets meer naar deze tijd toe te halen? Nou, op je eerste vraag te komen, jazz... Ja, de vraag is natuurlijk, en dat grapje maak ik ook vaak met de band, is dit nog wel jazz? Want eigenlijk zou je het net zo goed pop kunnen noemen. En ja, die blazers wilden inderdaad niet zo heel erg in your face de hele tijd hebben. Omdat ik ook vaak vind dat zangers worden weggeblazen door blazers. En dat ging vooral om de liedjes en de teksten. Dus vandaar dat die misschien iets verder naar achter zitten dan je gewend bent bij your average big band dingen. Ja. En wat voor muziek is Hamel dan? Nou, vrienden van mij tijdens het maken was ik flink aan het mailen met iedereen. Van ja, ik ben eigen nummers aan het maken en mp3'tjes rondmailen. En ja, die zeiden allemaal, ja, het lijkt gewoon nergens op. En dat was bedoeld als compliment. Ja. En het is eigenlijk ook waar, want het is geen...